48.050. Ja. Dus 52.737. We zijn in de bibliotheek van Loosduinen. Mijn naam is Bart van der Meij. Ik ben manager van het Haags gemeentearchief. Wij hebben vandaag dit boekje gepresenteerd over de kortste geschiedenis van Loosduinen. Dat doen we in het kader van het Haags DNA, een programma wat we hebben, waarin we in 8 jaar alle 8 stadsdelen van de gemeente Den Haag langs gaan. We maken daar zo'n prachtig boekje over. We doen activiteiten. We hebben zo net een mooie quiz gedaan over Loosduinen. Dus het boekje, het is gratis te verkrijgen. U kunt daarvoor naar het stadhuis op het Spui komen. Maar er zullen er hier ook wel een paar in de bibliotheek blijven liggen. Ik ben Andreas Dijk. Ik ben me geleidelijk aan in de geschiedenis van Loosduinen een beetje gaan verdiepen. Omdat gewoon bepaalde dingen hartstikke boeiend zijn. Dat is bijvoorbeeld de Abdijkerk, het oudste gebouw van Den Haag sinds 100 jaar. Maar ook hoe ver de oude gemeente Loosduinen, hoe groot dat was. En hoe dan geleidelijk aan ons buurdorp Den Haag daar steeds meer stukjes van heeft afgepikt. Tot het voor een eeuw geleden het laatste restant ook werd ingenomen. Een klein historisch deel over van Loosduinen, want de stadsvernieuwing heeft ook hier toegeslagen. En dat heeft een lelijk winkelcentrum opgeleverd. Maar er is bijvoorbeeld ook nog steeds vlakbij de Abdijkerk een hartstikke mooie molen die al meer dan 300 jaar bestaat. Overigens gemeentelijk eigendom, maar dat wordt nog wel gemalen, alleen geen heel verkocht uit eigen productie. Dan is er daarbij ook een historisch Loosduins museum. En aan de andere kant vind je wat jarenlang de rotte kies van Loosduinen was en nu een parel van Den Haag, Villa Ockenburg op de grens met het Westland. Het grote verschil met Scheveningen is dat het dorp met de schollekoppen nooit een eigen gemeente geweest is, in tegenstelling tot het dorp met de peenbuikers Loosduinen. En daardoor had je ook burgemeesters hier. In 1811 werd de Loosduinen een zelfstandige gemeente. En dat is het 112 jaar lang geweest in het 850-jarig bestaan van Loosduinen. Burgemeester Hovie was de laatste burgemeester van Loosduinen. En die heeft ervoor gezorgd dat het bij Den Haag kwam. Maar ook de Loosduiners zelf, die in een soort referendum ook ervoor kozen om bij Den Haag aan te sluiten. En daarmee was de integratie een feit. Loosduiners riolering beloofd, onder andere. En er was hier een enorme stinksloot langs de Willem Driestraat. Het vaartje werd dat genoemd. En dat was niet echt proper meer te noemen. En zo is men eigenlijk gezwicht voor de beloftes van Den Haag. Ik meen 6 stemmen van de gemeenteraad. Er zat 1 stemverschil in. 1 stemverschil was er in de gemeenteraad. Dus het was echt een dubbeltje op zijn kant dat het doorging, de annexatie. Weet je, de discussie in de aanloop naar alle activiteiten rond het 100-jarige gebeuren. Vieren wij 100 jaar? Herdenken we het 100 jaar? En daar zijn de meningen erg over verdeeld gebleken. In Loosduinen hebben we een burgemeestersbuurt en dat is vernoemd naar al die burgemeesters die in Loosduinen ooit burgemeester geweest zijn. In de Wallengangen wordt ook wel de Hovie-buurt genoemd. Den Haag is heel klein geweest altijd, alleen de zusterpolder hoorde erbij. Maar zoals Eskamp, dat is een enorme wijk is dat, die loopt vanaf de Larijweg, de huidige Larijweg, tot aan de Orbalaan. En dat is allemaal Loosduins grondgebied en ook een deel van Scheveningen, Duindorp. Dat was Loosduins grondgebied. Dus zover liep Loosduinen. Ook het verversingskanaal wat na de hand gegraven is, dat is op Loosduins grondgebied gegraven. Het landgoed Kranenburg, dat is in 2 gesplitst erdoor. En de Kranenburgweg, tot die weg was het Loosduinen. Dus echt een merendeel van wat nu Den Haag is. Dat was hoofdzakelijk Loosduinen. Natuurlijk, Den Haag was veel rijker van oudsher natuurlijk, met de graaf die daar woonde sinds 1240. Toen is hij daar gaan wonen en in 1280 werd het een eigen gemeente, een Haag-ambacht wordt het dan. En dat trok natuurlijk heel veel mensen aan die toch wel goed in de slappe was zaten. Dus daar is denk ik het verschil in. Dus de arme tuinersbevolking hier. En hoofdzakelijk boeren en die tuinerijen die gaan pas in de 19e eeuw een rol spelen. Maar daarvoor was het allemaal heel armoedig hier, de boerenstand, zeg maar. Loosduinen was eerder als Den Haag.
Loosduinen bestaat al sinds 1173 en Den Haag pas vanaf 1280. Dat is het wonder van Loosduinen. Ja. En daardoor werd Loosduinen een bedevaartsplaats. Want er zou Margaretha van Henneberg bevallen zijn van 365 of 366 kinderen op één dag. Half jongens, half meisjes. Ze hebben het niet overleefd. En dat was, daarom kwamen later vrouwen die zwanger wilden worden, kwamen hier om het doopbekken aan te raken in de hoop dat zij dan een kans hadden zwanger te worden. En het verhaal is dat deze veel meervoudige zwangerschap het gevolg is van een vervloeking. Want Margaretha had een keer een bedelares met een tweeling verweten dat zij vreemd gegaan was, want anders had je geen tweeling kunnen hebben. En toen werd Margaretha vervloekt: ik wens je zoveel kinderen als er in een jaar gaan.